Yo mensen, welkom bij de introductievideo van Discord. Discord is een soort vervanging van Skype en Teamspeak en het werkt heel makkelijk. Je kan praten met elkaar, maar je kan ook naar elkaar typen in een server in dit geval. Werkt heel makkelijk. Je kan een account aanmaken door naar discordapp.com te gaan. Hierop te klikken en een account aan te maken is heel makkelijk. Je e-mailadres en je wachtwoord invullen. Verifiëren via je e-mail en je kunt dan het makkelijkste, je kan het hier of in je browser of het makkelijkste downloaden. In dit geval Windows, ook voor Mac, voor Linux, maakt allemaal niet uit. Als het goed is voor Windows. Nou, als je dat eenmaal gedaan hebt, kan je hier gaan naar de Discord app. En dan zal je hier gewoon bij de persoonlijke berichten gaan uitkomen. Nou, nog niks aan de hand. In de beschrijving heb ik een linkje geplaatst. En als je erop klikt, krijg je automatisch toegang tot de Volterra server. Dus die staat daar links, daar klik je op en dan kom je automatisch in het tekstkanaal. Dat is allemaal heel makkelijk. Hier kan je allemaal dingen typen. Je zal hier ook een welkomstbericht krijgen enzovoort. En door hier op de spraakkanalen te klikken, kom je ook daadwerkelijk in dat kanaal. Hier bijvoorbeeld Farming Simulator 17. Even kijken. Ja, verbonden. Oké, nou nu zie je mij dus praten doordat ik groen ben. En nu ben ik stil. En nu weer niet natuurlijk, maar we kunnen hier eens kijken. Is hier iemand? Hallo? Hallo? Nee, er is niemand. Oké. Nou, hier is ook niemand. Maar dit werkt dus heel makkelijk. Je kan hier wat typen als je dat zou willen, maar dat maakt niet echt heel erg uit voor nu. Maar ja, als je dus zin hebt om te spelen en je hebt nog geen Discord, maak het dan even aan. Is heel makkelijk. Klik op de link in de beschrijving en je zit automatisch in de server. Ik zie jullie wel een keertje op mijn server. En yo, tot later.